Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Zit intussen aan de overkant bij Gnabry in de 16 meter. Gnabry kappen en schieten met links. De redding is van Philipp Keun, de Zwitserse doelman. En dan kunnen ze hem wegtrappen. Eerste bal tussen de palen. Pavard net niet bereikt. Bayern is stilaan wel nog meer de overhand aan het nemen. En het is een tijd geleden dat dit soort momenten er was voor Salzburg, waarop ze toch eens konden tegenprikken. Adeyemi komt naar binnen en gaat vlot voorbij Hernandez. De paas is wat ver voor Aronson, maar toch nog doorgetikt. En de goal! De goal van de invaller. En wat een doelpunt. Adamu, de man die mocht invallen voor Okafor, die vroeg naar de kant moest. En zo zie je maar. Omschakelen en scoren. Halverwege de eerste helft, Salzburg 1, Bayern 0. Jaisle en zijn mannen staan op voorsprong. Ja, 3-3, man tegen man. Een recuperatie achterin en onmiddellijk diep spelen. En 1-0. Ja, zijn eerste goal in de Champions League en meteen in de knock-out fase. Adamu werkt het schitterend af. Ja, ja. Want eerlijk is eerlijk, het was geen toppaas richting Aronson. Nee, maar de ruimte werd klein. Op het moment dat hij speelde, Adeyemi had misschien het wat eerder ook kunnen doen. Ja, omdat ze zoveel diepgang hebben, omdat ze zo snel zijn, brengen ze toch die achterhoede van Bayern in de problemen. En ik vond dat Adeyemi wel heel erg makkelijk voorbij Hernandez mocht gaan. Maar goed, Nicola, ik heb het nog gezegd. Opletten even. Ja. Sané stuurt hem te ver. Ja, Lewandowski was even bang dat hij buitenspel zou staan. Ik heb het gezegd in de podcast. Ik ben die verdediging van Bayern al een gans seizoen. Toch wankel. Ja, en daarom heb jij dus niet Bayern gekozen, in tegenstelling tot veel van onze collega's. Als pronostiek voor vele collega's Bayern gekozen. Vijf. Ja, spijtig voor die mensen. Dat is wel heel vroeg, Frankie. Maar daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer. Capaldo naar Adamu. Adamu, paasje in de box. Aronson. Aronson draait zich vrij. Brandon Aronson. De Amerikaan. Schieten. Oh, de redding. De redding van Ulreich. Maar Salzburg is toch levensgevaarlijk. Ja, ook nu weer op de korte ruimte komen ze toch nog tot een schot. Aronson knap gedaan. Ja, opletten ook hier, want kijk eens aan. Kijk eens aan. Ja, moeten we opnieuw bekijken. Want Adeyemi leek ertussen te zitten. En claimt dan dat hij wordt aangetikt. Het was een inworp waarbij ze niet goed aan het opletten waren bij Bayern. 1 minuut komt erbij. Maar Jaisler heeft gesproken met de scheidsrechter. En Oliver luistert naar de VAR. Adeyemi in de box. Hier, Frankie, gebeurt het. Inworp. Schule, een wachter van Pavard op die bal. Ja, wordt hij geraakt. Het is moeilijk te zien. Hier misschien. Hij tikt wel de bal weg, denk ik. Goh, nee. Vindt het weinig. Nee. Ik denk dat hij... Het lijkt wel alsof geen van de beide de bal goed raakt. Ja, gewoon spelen. En weer de versnelling van Coman. Christensen heeft het toch echt wel moeilijk. Moet nu uitkijken, mag er niet aankomen. En daar was hij bijna. Daar was hij bijna. De beslissende actie van de beste man bij Bayern München, Kingsley Coman. Bayern krijgt hem weg. En nu is het wel uitkijken voor Salzburg. Want de omschakeling van Bayern München aan volle vaart vooruit. Coman moet hem nu krijgen. Krijgt hem een beetje te laat, leek me buitenspel. Ja, Kingsley Coman terug naar Sané. De redding van Keun. En dan. En nog eens Keun. Schitterende redding. De Zwitser gooit zich als een leeuw naar die bal. En heeft hem te pakken. Laat hem niet los. En zo blijft die voorsprong op het bord staan. Tweede goede parade op 5 minuten tijd. Tja, geen buitenspel. Ja, misschien net niet.
opletten hier, want daar gaat Capaldo. Capaldo is eruit, ja, de centrale moet pasen. Oh. Jammer, jammer, maar het is nog niet voorbij. Opletten, Adeyemi krijgt hem van Adamu. Adeyemi voor 2-0. Adeyemi helemaal naar de buitenkant en toch nog de kans. En de goal, nee! 10 minuten voor tijd en bijna zijn tweede van de wedstrijd. Adamu. Müller verlengt. En hier is Coman. En daar is de goal. Daar is de goal. Dan toch in de 90ste minuut maken ze gelijk. En ja, als er één iemand moest scoren vandaag, dan toch Kingsley Coman. Ja. De beste man bij Bayern München. En ze slepen in extremis in de laatste minuut van de wedstrijd een punt uit de brand. Natuurlijk is dat verdiend. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken. Hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.